Oh ja, en ook iets wat ik was vergeten te zeggen vandaag. We gaan 2 plots weggeven deze aflevering. 2! Yo, mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe Dodo Survival! Woo! Het is weer feest om te zijn in de slaapkamer. Waar is het feestje? Hier is het feestje! Ja. Let's go sleepy! Yeah, let's go sleepy. Hoe kunnen we alles raar laten klinken? Nou, zo. Oh, je bent toch 13? Yay, we did it! We hebben geslapen. Wouter en Moïse hebben met elkaar geslapen. Geslaapt? Geslapen? Geslapt? Kun je dat zeggen? Geslapt? Geslapt. You ready your fist. You ready your fist. Ja jongens, want jullie weten natuurlijk de super grote update. Die hebben jullie als het goed is in de vorige video al gezien. Heb je dat nog niet gezien? Check het dan zeker even, want het is echt super dope. Mm-hmm. Maar ik had jullie iets beloofd. Naast het feit dat je natuurlijk even dat duimpje omhoog moet doen als je een dikke baas bent. Maar ik had jullie beloofd dat wij een bord zouden maken. Ja. Waar je alle skills op kan zien. Yes, zodat jullie precies weten wat je kan levelen en noem het allemaal op. En dat wij het ook weten trouwens. Ja. Yep. Dus wat hebben wij gedaan? Eigenlijk niet wij, maar Sander heeft een bord gemaakt. Wee! Kijk eens aan, dames en heren. Hier zie je dus alle skills. Je hebt dus acrobatiek. Je hebt brouwen. Je hebt boogschieten. Je hebt bel hakken. Je hebt volgens mij de grond onderzoeken, je hebt vissen, je hebt, hoe heet dat, plantjes verzamelen, je hebt mining, je hebt dingen repairen. Hoe doe je dat? Allemaal op. In de anvil? Ik denk het wel. Oh nee, je kan natuurlijk dingetjes repairen als je ja, gewoon bij elkaar. En... Ah, ja, ja, ja. Wacht even, kan ik iets repairen? Nee, niet echt. Oké, maar het gaat om het idee. Je kan dus hier precies zien, je ziet dat mijn swords level is level 3. Wat is die van jou? 0. Mijn mining is level 1 en die van jou? Oké. Verder is bij mij alles 0. Oké, bij mij is ook nog mijn access is 2. Oh. Maar ja, je kan dus zo een beetje kijken wat je wilt doen. Ik had toevallig zo net dat ik dus met mijn ex sloeg. Want je kan gewoon met je ex slaan. En... Ja. Obviously. Maar wat het deed, is deed het deed een soort van TNT aanval. Oh. En ik weet niet hoe dat kwam, dus ik ga het even doen. / access. Greater impact. Greater impact. Oh, zo. Gezondheid. Ja, dat gebeurde er dus. Nou, niet dat niezen, maar greater impact. Volgens mij moet je dat dus gewoon rechts aanzetten of zo. Ik ga even kijken. Is er hier iets wat ik kan aanvallen? Oh, daar komt een zombie aan. Ah, ja. Oké. Snel. Komt-ie. Boom. Oh nee, ja, dit is weer iets anders. Oh. Je hebt wel iets aangezet. Ja, ik deed mijn skull splitter en dat... Skull splitter? Volgens mij deed dat damage voor een langere tijd. Oké. Okay. Oh hier, skull splitter doet AoE damage. Dus je doet damage om je heen. Oh, achter je. Bam! Bam! Mag ik hem finishen? Oh, ja, tuurlijk. Maak jij hem af. Yay, goed gedaan! Yay. Maar zo kan je dus deze dus ook leveren. Ja, er zijn heel veel dingen. Wat is dat allemaal? Armor impact. Dat je genoeg damage doet om dus armor kapot te maken van iemand. Mm-hmm. Je doet meer damage op mensen die geen armor aan hebben. Noem het allemaal op. Hele toffe dingen. I like it. Ja, hè? Brengt weer een beetje leven in de brouwerij. Ja, toch? Dus wij moeten gewoon lekker gaan levelen. Ja. En intussen... Oh, kijk. Ik heb nu een herbalism skill. Echt? Oh ja, ik ook. Dus wat kunnen we daar dan mee? / herbalism. Je hebt meer kans dat er... Oh, we hebben een 0,10% kans dat je 2 dingen dropt. Oeh, dus je kan gewoon meer loot krijgen. Ja, en je hebt nog een luck chance en noem het allemaal op. Dat is wel cool. Ja. Yeah. Maar dit is wel ideaal. Ik bedoel, als wij die wheat farm hebben... Ja, en als je daar dan zo doorheen maakt... Holy moly, dan kan je echt keihard levelen. Ja, die moeten we wel weer snel weer gaan maken. Ja, ik ga wel eventjes wat dingetjes pakken. Ik heb nu alweer 3. Echt? Ja. Jeetje, dat gaat snel. Supergoed. Maar ja, je kan dus wel zo aan heel veel spulletjes komen. Oh ja, en ook iets wat ik was vergeten te zeggen vandaag. We gaan 2 plots weggeven deze aflevering. 2! Namelijk deze en deze. Hier hadden we eerder iemand op geïnvite. Al een week lang geprobeerd om het op te krijgen en...
Ja, hij heeft dezelfde instelling als iedereen, maar hij komt er maar niet op. Dus wij weten ook niet wat we nog kunnen doen na een week lang proberen. En het is zo zonde dat het leeg staat. Ja, precies. Ik bedoel, zeker hier in het midden, als het helemaal erachterin was geweest, dat ik zeg, nou, probeer het nog een tijdje. Maar ja, dit is zo zonde, want nu zijn er juist weinig mensen en ik las ook comments van hey, ik probeer het al voor de vijfde keer en dat waarderen wij super erg, want jullie zijn super dope. Dus als daarom... in dat mensen meedoen voor de invite. Ja, precies. Ja. Maar ja, kijk, er zijn natuurlijk een paar duizend man die het kijken, dus het is heel lastig om meteen iedereen... De kans iedereen... dat je wint is heel klein. Ja, precies. Maar hij is er wel. En we gaan ons best doen om het zoveel mogelijk natuurlijk mogelijk te maken. Ja. Totdat je zelf erop kan op de publieke server. Maar goed, dan kan je alsnog natuurlijk niet hier in het dorpje bouwen. Dat blijft echt exclusief. Ja, klopt. Ja. Dus dat blijft echt tijdens de afleveringen blijven we dat weggeven. Ik ga even hier zieden. Zijn veertjes kostbaar? Volgens mij redelijk. Volgens mij ook wel. Je moet volgens mij wel lieven de... Zeg maar opnieuw joinen dat het bord update. Oh, echt waar? Ja. Of het duurt eventjes, dat zou ook kunnen. Want ik kan me best voorstellen dat de server, als die telkens van 1000 spelers alles moet opvragen. Zo van... Het zou wel heel zwaar worden. Ja, precies. Is die al even omhoog? Dus waarschijnlijk update het. Ja, ik weet niet wanneer. Waarschijnlijk wel laat. Ja, geen idee. Maar in ieder geval, het update sowieso als je dus opnieuw joint. Kijk, ik ben ondertussen alles aan planten. Maar volgens mij krijg ik daar geen levels voor. Planten niet, maar het weghalen wel. Ja, dus okay. Het gaat echt om het harvesten. Ja. Dus dat is ook dus meteen een goede tip. Ik laat jou alles planten en dan... dan ga jij het weghalen, ja. Oh jee. Yeah. Ik ben hier alle sugarcanes aan het terugplaatsen. Sugarcane! Oh yeah. En wat moeten mensen doen om de invite te winnen? Dat ga ik straks vertellen. Oh. Dat ga ik straks vertellen. Nog niet nu? Nee. Ha. Ik wacht op het perfecte moment. Oh, de Skull Splitter ability is refreshed. Nice! Oké, okay, what does it mean? Dat was die ex-aanval. Dat klinkt nu echt alsof ik het telkens over een ex-vriendin of zo heb, maar... Ex. Ja, gewoon een ex. A-X-E. Piep, boep, boep. Een bel, dat was het. Alright, alles is weer gepland, dus jij kan straks weer lekker losgaan. Nice, I like. You like? Ik ben eventjes snel... mijn inventory legen, want ik heb eigenlijk best wel een vol rugzakje door nog alle chests te sorteren. Oké, dat is goed. Ja? Ik ga ondertussen een beetje... Kan ik nog iets voor jou meenemen? Nee, niet dat ik weet. Oké. Ik ben een beetje hier alles aan het herben. Ik vind het wel echt heel leuk om erachter te komen wat je nou precies allemaal kan. Yay, level omhoog! Congrats! Thank you! Oh, nog een level omhoog! Oh my god, het gaat best wel snel zo. Ja. Yeah. You speedy. Speedy Gonzales. Oké, okay, er komt een chest met rauw vlees en een chest met gekookt vlees. Zodat je, als je zin hebt om te bakken of zo, dan kan je naar het rauw vlees. En er komt dan zoiets dat je ook, stel we willen snel even een mine in, dat je het gewoon allemaal gebakken hebt. Oké, okay, de luxe. Yes. De luxe chest en de do-it-yourself chest. Oh yeah. Alright, dat is prima. Even kijken, zo. Ja, ik ben zo benieuwd wat mensen gaan levelen. Laat het dus even weten in de comments, jongens. Wat gaan jullie nu levelen? Als in, wat ga jij trainen om beter in te worden? Ja. Yeah. Want jij zou fishing doen, hè, zei je? Ja. Ga je straks nog even vissen? Ja, als het mag. Ja, tuurlijk mag jij vissen. Ja? Ja, natuurlijk. Ah, leuk. Even kijken, ja. Ik weet het niet zo goed, want ik ben heel benieuwd. Acrobatics. Hier, dan heb je dus een kans dat als je valt, dan krijg je gewoon geen fall damage. Oeh. En je hebt dan ook nog de kans dat je aanvallen ontwijkt. Oké. Dat is best maar wel een interessante. Wat moet je daarvoor doen, acrobatics? Ja, volgens mij moet je dan dus gewoon... telkens vallen. Fall damage krijgen. Dus ik ga even kijken. Ik ga hier. Ik spring! Oké, ik heb fall damage. Oké, ik ga nog een keer springen. Ik spring! Oké, ik denk 3 keer scheepsrecht of zo. Ik spring! Nee, oké. Okay. Okay. Geen 3 keer. Ik spring! Geen 4 keer. Hoeveel wordt de eerste level? Ik gok 5. Wat denk jij?
Ik vraag me af of het op die manier moet. En... Oké, okay, dus geen 5. Uh-oh. Oké, geen 6. Ik ga tot 10. Nee, dat klopt 7, niet. 7, jawel, dit moet kloppen. 8. Het doet wel pijn, hè, mijn enkels. 9. Komt-ie. Val je wel ver genoeg? 10. Oké, okay, werkt niet. Zie nou. Dat kan toch niet? Even kijken, hoe kan je het levelen? Falling. Als je valt, dan krijg je het. Oh. Hé, wat raar. Acrobatics. Ik heb nu... Oh, ik moet nog... Ik heb 840 van de 1000 XP. Oké, okay. voor de trolls ga ik gewoon nog even vallen. Hupsakee. En... Hupsakee. En... Hupsakee. En dit gaat hem worden. Dit gaat hem worden. Boom. Ja? Oh, nee. Oh, ik zie opeens aan de rechterkant, zie ik... Hoeveel XP ik nog moet en heb gekregen. Oké. Okay. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Oké, ik ben nu echt gewoon aan het doodgaan. Come on, waarom werkt dit niet? Dat is niet goed. Huh? Ik krijg echt nauwelijks iets erbij. Misschien moet ik van hoger vallen. Dit wordt echt... Niet doodvallen, hè? Nee. Dat zou echt super stom zijn. Dat zou heel onhandig zijn. Vanaf waar zou ik eens springen? Vanuit ons huisje of zo? Ja, ga ik doen. Oké. Komt jongens, de sprong van je leven! Oh woe! Jee. Yes, ik ben level omhoog! Ja! Ja! Nice. Oké, je moet dus gewoon veel hoger. Oh, zal ik ook gaan? Ja, ga jij ook springen. Oké. We gaan gewoon telkens ons huisje omhoog. Oeh! Ah ja, dat is in één keer al gewoon. Echt? Ja, acrobatic skill increased by 1. Oh, ik viel zonder te springen. Oh. Ik ga het nog één keer doen. Dit is leuk. Hoe belachelijk is dit? Gewoon telkens uit je huis springen. Yep. Wie gaat dit als eerste als level 100 krijgen? Oh, nee. Woo! Oh, ik ben geen level 2. Oh, ik wel. Echt? Ja, total 2. Huh, hoe dan? I don't know. What the heck? Mijn server haat mij. Misschien ja, ben ik verder gesprongen omdat ik spring of zo? Of ren? Wee! Ja, yep, total 3. Echt? Ik krijg 3. Weer niets. En ik heb remaining XP 1080. What the heck? En level 3. Dit klopt hier echt helemaal niets van. Jongen, ik ben het eerst 100. Let op. Ja, maar waarschijnlijk onbedoeld. Oh, nu krijg ik niks. Oh, maar nu ben ik wel bijna dood. Alright, ik ben level 2. Ja, volgens mij moet je gewoon best... Jij bent nu pas level 2? Wow, hater. Oh, ik ga je toch een keer pakken. Even kijken. Ja, het is inderdaad volgens mij van hoe hoger je valt, hoe meer XP je krijgt. Dus je moet een beetje de sweet spot vinden. Ja. De sweet spot. Zo. Even kijken. Hoe gaat het met onze weed in de tussentijd? Oké, is niet echt gegroeid. Blaze powder. Waar gaan we dan in? Hebben hier potatoes. Dat is wel lekker. Potato? Potato. En als het goed is, kan je ook cooking doen, toch? Cook? Ik weet niet of je cooking kan. Wat bedoel je? Nou, zou je cooking kunnen levelen? Die heb ik volgens mij net niet gezien. Ik kan het ook niet meer herinneren. Ik ben nu in ieder geval alles in de furnace aan het zetten, zodat we even wat te eten hebben. Maar mij lijkt cooking lijkt me juist wel een coole. Ik ga even op het bord kijken, hoor. Dat je dan meerdere spulletjes... Ja, of dat je sneller bakt of zo. Hmm. Even kijken. Melting staat erop. Oké, gewoon alles wat je in een oven doet. Ja. Dus... Nou ja, alles wat je smelt. Smelt. Ja. Zo. Oh jee, gaat niet goed. Maar wat gaat niet goed? Chest voor ombouwen gaat fout. Nee. Nee, komt goed. Maar wow, we hebben echt veel eten, hè? Goed, toch? Ja. Zo, even de zaadjes rechtzetten. Hupsakee. Ja, je bent wel echt goed bezig geweest. Ik doe mijn best. Oh, en hier heb je de redstone. Ja, we moeten nog een beetje dingen gaan... Kijk, hier zit de andesite. Weet je wat? Ik ga gewoon eens een keer wat sorteren. Oh. Pak de andesite daar en ik zet hem hier neer.
Applaus voor Wouter, dames en heren. Applaus. Dit ga je niet vaak zien, namelijk. Zo. Wat zit hier nog meer? Gold. Oeh, de Diamond Shovel. Met Silk Touch, Efficiency 5 en een Breaking 3. Dat is zo'n bazen ding, hè? Ja? Ja. Dat is zo goed. Even kijken, ik heb hier ook nog wol. Wil jij nog wol? Potato. Ik wil heel graag van die item frames. Maar wol, alright. Ja, ik heb als je hebt graag. Ik heb je wol gegeven. 50, 53 zelfs. Oeh, nice, thanks. Ga ik nu nog wat wol halen. Of nee, heb jij wheat? Dan ga ik wel even de beesten tamen. Want volgens mij kreeg je daar ook levels van. In de chest. In de wheat chest. Yes, sir. Wheat. Oké, pak zo wheat. Wheat, zei nou. Wheat. 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 Alright. Zo. Volgens mij krijg je daar levels van. Dat zou op zich wel nice zijn. Oh, is dat ook die herbal dinges? Hoe noem je dat? Ik ben ze nu... Nee, ik denk trouwens niet. Ik denk taming. Oh. Slash taming. Oh, what? Animal taming? Oké, okay, ja, je moet dan paarden temmen en zo. Ah, ja. Yeah. Oké. Okay. Alright, ik heb alle koetjes lekker wat gegeven. En nu ga ik de schapies wat geven. Oh, er zit een skeleton ergens. Ik ga te snel tussen de schapen zitten. Dan heeft hij het niet door. Auw. Schapen beschermen dan. Ja, ik steek er net bovenuit. Dit is echt verre van ideaal. Uh-oh. Ah. Ah. Alright, ik heb hem. Ondertussen zijn er wel heel veel schapen ontsnapt, misschien. Uh-oh. Moet ik komen helpen? Nee, ik lok ze weer naar binnen. Jongens, nu zijn ze opeens niet meer geïnteresseerd in mijn wheat. En ze gaan allemaal naar buiten. Wat een... Nee. Oh, nee. Oh my kan ik helpen? God. Ja, als je een zwaard hebt? Oh, nee. We gaan ze niet afmaken. Jawel. Nee. Ze zijn ondeugend geweest. Nee. Oh, ze komen terug. Goed zo. Ze komen terug. De schapeninvasie. Maar jongens, er zit ook een... Oké, ik wacht even. Ik pak deze met mijn vist aan. Niet helpen. Nee, joh. Zo, oké. Kom maar, schapies. Oh, ze willen allemaal naar binnen. Woo! Kom naar binnen. Yay! Zo, dat zijn wel flink wat schaapjes, hè? Waarom komen ze... Oh! Kom maar, jongens. Kom erbij, oh, kom erbij. Zijn, nice. Kan all right. Kom maar. Zie ze knippen. Oh. Nou, zal ik deze dan maar... Ja. Goodbye, my lover. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Oh. Alright. Ik heb weer wol, 55 wol. Yo. Oh, wow, dat is veel. Ja, gewoon van één keer knippen, hè? Nice. En nu zijn er alweer schaapjes. Ja, het is echt... wij moeten daar een business in beginnen. Schapenwol te koop. Right, teamwork. Yeah. Lekker hoor. Oh. Zo. Even kijken. Oh. Boop, boop. Ja. You ready your fist? Oh, wow. Omdat ik met... Oh, ik heb... Ja, niet met een looting zwaard geslagen. Dat zou ik nooit doen. Oh, oh, oh. Nou, maar daar heb ik nu wel erg. Super veel bacon. Nice. Nee, ja, bacon. Dit heet dan warm mutton. Ja, lekker mutton. 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 Oké. Okay. Kijken. Ik heb hier wat leather trouwens nog voor jou. 2. Oh, nice. En ik heb 55 vol. En ik zie hier dat de arrows zitten. Arrow. En hier zitten de bones. Oh, die moet ik dan erbij doen. Even kijken. Het is wel wennen dat het eerst er links van zit en nu er rechts van. Ja, dat is ook echt stom. Maar ik dat weet niet wat ik er tegen kan doen. Ja, je moet het houden voor de... Hoe heet het nou? Synchroniteit, of niet? Ja. Yeah. Ja. Ja. Of we moeten gewoon zeggen van oké, we gaan deze deur hier weghalen. Nee. Nee? Nee. Kan niet. Doe dan maar dit. Dit is wel een leuke gimmick, toch? Ja, ik weet het niet. Het begint er wel leuk uit te zien. Thanks. Ik zal dit wel even weghakken, want ik heb toch een iron pickaxe. Pickaxe! Ik ben natuurlijk nog even... Ja, het gaat hard. Echt? Het gaat hard. Het gaat lekker. Alleen nu nog de special chest. Dus dingen van... Oh, mijn mining is level omhoog.
Oeh, bij mij ook. Alright, ik doe mijn ability. Pion, 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 pion. Oh, has worn off? Ja, het is maar voor heel kort. Oh, je hebt een boep, 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 boep. Wow, the leg is real. Ja. Daar moeten we misschien nog even iets aan doen. Maar ja, zoals iedereen ook weet, het is een... Het is een beta, jongens. Het is een beta. Het komt wel goed. Het komt wel goed. Sowieso. Even kijken dan. Ik hoor alleen nu weer hier die zombie. Ja. Hij is weer erachter gespannen. Ik weet het. Het is verschrikkelijk. Oh my god, er zit daar een creeper. Zit daar een creeper buiten, schatje. Ga snel kijken. Nee. Oh. Maar moet ik dat dan niet gewoon even dichtgooien, zodat we die gebrom niet altijd hebben? Want dan word ik echt gestoord. Oké, ik ga hem wel... Alright, get him, baby. Ik dacht eigenlijk dat we al dicht hadden gedaan, maar... Ja, dat dacht ik ook, maar... Oh, huh? Ja, dat bedoel ik. Het is ergens anders. Ze zitten gewoon volgens mij erboven. Hè? Is dit dan misschien onze achtertuin of zo? Oh, hier is eentje. Aha! Hier is het nog niet dicht. Hey, lelijkert. Lelijke zombie. Oh, bij mij staat er dodged. Oh, ja, dat is dus die acrobatics. Cool. Dan krijg je dus gewoon helemaal geen damage. Oh, vet. Om de zoveel tijd. Oké. Okay. Kom snel. Ja. Alright. Ja, op zich hoeft het niet helemaal vol, want ze kunnen toch niet op halve blokken spannen. Oké. Okay. Zo. Nou. We hebben weer de wereld gered. Ja. Want dat doen wij, dames en heren. Mocht het jullie ontgaan zijn. Ik kan me niet voorstellen, maar... Hoe ver moest hij nou? Da-da-da-da. Maar ik hoor nog steeds een zombie. Ja, die zit volgens mij hier. Ja, die zit hier. En een creeper. Oh. Zijn zombies niet zo slim dat ze... Oh, dat klonk niet goed. Oké. Okay. Oh my god, we hebben echt een slechte trap hier. En hak! Hups, oké. Okay. Even kijken. Zo. It has been taken care of. Maar we moeten wel zorgen dat die beesten daar niet meer kunnen komen. Ze worden een beetje irritant. Ja, misschien wat lampjes neerzetten of zo. Maar sowieso moeten we gewoon een vette mijn gaan maken. Ja, ik denk trouwens, we hebben helemaal nog niet gezegd hoe ze de invite kunnen winnen. Ah, ja. De twee invites. We hebben er een stuk of 5 of zo of 6 via YouTube gedaan. We gaan er deze keer 2 doen via Instagram. Want wij Instagram best veel. En ik weet dat heel veel van jullie dat ook gebruiken. Volgende invite zal gewoon op YouTube zijn. Maar heb jij een Instagram? Volg ons dan op dit adres ergens. @WouterVDVaart. Ik ga het nog steeds voor de zekerheid zetten. @WouterVDVaart. En @Elita. Zorg dat je ons even volgt. Ga naar onze laatste foto en laat daar jouw Minecraft-naam achter en waarom jij moet joinen. Het hoeft niet een al te uitgebreid ding te zijn. Bespaar jezelf de moeite, want we gaan gewoon een random iemand kiezen. Maar laat ons even weten met je Minecraft-naam en alles en dan gaan we jou toegang geven. We maken het wel gewoon bekend in de aflevering, dus ook gewoon die blijven kijken. Maar doe dat dus eventjes op Instagram. De linkjes staan ook gewoon in de beschrijving, bedenk me net. En dan komt het helemaal goed. Alright. Dus Maisha gaat 1 invite weggeven op haar laatste foto en ik 1 op mijn laatste foto. Ja. En dat wordt super cool. Alrighty. Yes, want het zijn er 2. En als je nog een Instagram hebt, maak er eentje aan, want het is echt heel erg leuk. Ja, zeker. En het is gratis, dus... Yes, dus je kan gewoon heel makkelijk een Instagram account aanmaken. Ja. Ja, dan kan je fotootjes, mensen volgen, noem maar op. Het is echt heel erg leuk. En mocht het nou echt op de een of andere manier allemaal niet kunnen, dan is het ook geen probleem. Want zoals ik al zei, volgende invite gaat gewoon via YouTube weer. Dus dat komt helemaal goed. Yes. Dus, dat was hem. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Vond je het nou leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te smashen. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag morgen om 7 uur 's ochtends bij een nieuwe video. Dat is, ik weet nog niet precies wat het gaat worden, maar het wordt sowieso een leuke video. Dat zijn ze altijd. En natuurlijk om 5 uur weer gewoon bij een nieuwe Minecraft Survival. Tot volgende keer, mensen. Doei. Ja, mijn miners zeggen ja tegen die en die ja. Je swing met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud, maar recht naar de ja. Mijn paard komt kijken hoe het nu met me gaat. Hey, paard.